We zijn ooit als boerenjongen begonnen met wat loonwerkzaamheden en nu staan we hier. Welkom op de nieuwe locatie van de Heer Land en Water. Zo hebben we het hier ontvangen, boven verwachtingen, voorspellingen en gedachten van velen uit. Het kunstwerk, het is gisteren onthuld. Sommigen van jullie zullen bekend zijn met de Bijbelse boodschap. De vrouw schenkt van een heel klein beetje olie al het water vol die ze heeft verzameld. Deze geschiedenis laat zien dat wie God vertrouwt, niet beschaamd uitkomt. Het is mijn wens dat alle die met ons bedrijf in aanraking komen, naar aanleiding van dit kunstwerk, mogen nadenken over het eigenlijke doel van ons leven. Zeg het ook regelmatig. Hij is de Heere van land en water, niet wij. En daarom hebben we ook dan binnen in de hal een waterwand laten plaatsen als teken van de volheid van het leven met hem. Daar staat een tekst uit de Bijbel op, uit Openbaringen 22, waar staat: en die dorst heeft die komen en die wil, die nemen het water des levens om niet. We hebben een gids nodig in het leven en de Heere God die wil zich als gids geven. Hij kent de weg en hij zal je leiden totdat je het eind van de reis bereikt hebt door dit leven. Dank u wel.